kosten nog moeite werden in de 17e eeuw gespaard om van Rome een prachtige stad te maken. Kunstenaars kregen de kans om grootse en zeer kostbare projecten uit te voeren. Sommige van hen groeiden uit tot ware supersterren, die ook als zodanig werden beloond. In deze videoles laat ik je het werk zien van een aantal van hen. Schilders en beeldhouwers die werkten voor de eenvoudige gelovigen, gingen nieuwe scènes scheppen. Geen afbeeldingen meer die vreugde en geluk uitstraalden, maar scènes die moesten aanzetten tot berouw en opoffering. De devotie en het martelaarschap van heiligen waren gedurende de hele 17e eeuw de meest afgebeelde onderwerpen in de kerkelijke kunst. Alsof de nieuwe visie op het geloof vooral was gebaseerd op onderwerping, boetedoening en lijden. Deze heiligen waren de nieuwe helden van de kerk. Hun pijn voor de heilige zaak van de kerk was pure vreugde. Heiligen met een stereotype, opwaarts gerichte blik en vochtige ogen vonden een gretige aftrek. Zowel als schilderijen voor de kerken en de rijken, als in de vorm van bidprintjes voor de armen. De populariteit van de bidprintjes was vergelijkbaar met die van voetbalplaatjes in onze dagen en ze wakkerden de heiligenverering enorm aan. Hoewel het overgrote deel van de kunstproductie in Italië en Spanje religieus van aard was en in de openbare ruimte de opvattingen van de contra-reformatie domineerden, werden er voor privéwoningen en privécollecties ook nog steeds mythologische voorstellingen besteld, ook door geestelijken. Dit beeld werd gemaakt door Gian Lorenzo Bernini in opdracht van kardinaal Scipione Caffarelli Borghese. Het stelt Apollo voor, die door een pijl van Cupido smoor verliefd is geraakt op de nimf Daphne en haar te pakken probeert te krijgen. Daphne, die ook geraakt is door een pijl van Cupido, maar dan een die ervoor zorgt dat zij de liefde juist afwijst, probeert te vluchten. Wanneer Apollo haar heeft bereikt, smeekt zij haar vader Peneus om haar te veranderen in een andere vorm, om zo te ontsnappen aan de god. Die luistert en verandert haar in een laurierboom. Het verhaal komt uit de Metamorfose van Ovidius. Bernini heeft ervoor gekozen het meest dramatische moment van het verhaal weer te geven. Het moment waarop zij verstijft, door schors wordt omsloten, takken uit haar vingers groeien en wortels uit haar voeten. Het is typisch barok om zo'n dramatisch en dynamisch moment weer te willen geven. Ook hier gaat het weer om effect, theatraliteit, illusie en beweging. En natuurlijk ook over virtuositeit, de volmaakte beheersing van de kunst. Niet voor niets werd Bernini de beroemdste en rijkste kunstenaar van zijn generatie. Met dit beeld van Apollo en Daphne verdiende hij 1000 scudi. Om een idee te geven, daar kon een gemiddeld gezinnetje in Rome met gemak 10 jaar van leven. Om fatsoenlijk te leven had je in Rome minstens 25 scudi per jaar nodig. Het jaarinkomen van een kardinaal begon bij 5.500 scudi, 220 minimuminkomens dus. Voor een stadspaleis van gemiddelde omvang, zoals dit Palazzo Fiano al Maggia, werd 36.000 scudi betaald. Aan het eind van zijn leven bewoonde Bernini een paleis dat volgens tijdgenoten 300.000 scudi waard was. Hij behoorde dus tot de superrijken. Het was ook Bernini die in 1667 de kolonnade op het Sint-Pietersplein voltooide. Daarmee was het enorme project van de vernieuwing van de Sint-Pieter voltooid, waarmee 161 jaar eerder was begonnen. De Sint-Pieter is gebouwd boven de plek waar volgens de kerktraditie het graf van Petrus is. Volgens de traditie was hij in het jaar 64 gekruisigd in het nabijgelegen circus van Nero en daar in de buurt in een heel eenvoudig graf begraven.
Boven dat graf werd halverwege de 2e eeuw een gedenkplaats ingericht. Daarboven kwam, in de tijd van Constantijn, een monument. En daarboven weer altaren uit de tijd van Gregorius de Grote, Karel de Grote, Callistus de Eerste en het huidige door Clemens de Achtste. Dat Petrus en dus ook de Sint-Pieter voor de katholieke kerk zo belangrijk zijn, heeft te maken met het zogenaamde primaatschap van Petrus. Dat leerstuk zegt dat de bisschop van Rome, dus de paus, de opvolger en plaatsbekleder is van de apostel Petrus, de eerste der apostelen. Het leerstuk vindt zijn onderbouwing in het evangelie volgens Matthäus. In Matthäus 16, de versen 18 en 19, staat namelijk het volgende. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Op die grond zeggen de pausen, opvolger van Petrus, plaatsbekleder van Christus te zijn. Vers 18 is ook in metershoge letters aangebracht in de koepel van de Sint-Pieter. De ontwikkeling van het bouwproject van de Sint-Pieter toont duidelijk de veranderende opvattingen over kerkbouw gedurende de overgang van Renaissance naar Barok. Op de plaats van de huidige Sint-Pieter stond eerder ook al een kerk, die grotendeels in de 5e eeuw was gebouwd. Deze was 1000 jaar later ouderwets en bouwvallig geworden. Paus Julius II had opdracht gegeven voor nieuwbouw en op 18 april 1506 legde hij de eerste steen van de nieuwe kerk, die was ontworpen door Donato Bramante. Die had een centraalbouw bedacht op basis van een Grieks kruis met boven de viering een grote koepel. De vier enorme pijlers uit Bramantes ontwerp werden in alle volgende bouwfasen gebruikt. Nadat Bramante in 1511 was gestorven, wilde men van het Griekse kruis af en het schip verlengen zodat een plattegrond in de vorm van een Latijns kruis zou ontstaan. Toen Michelangelo in 1546 de leiding over de bouw kreeg, wilde die weer terugkeren naar de plattegrond in de vorm van een Grieks kruis. Daar kwam een hoop kritiek op. De centrale plattegrond zou niet geschikt zijn om de mis te vieren en ook andere principes van de kerkbouw kwamen in het gedrang. Michelangelo had niet voorzien in kapellen, een sacristie, een vestibule en ook niet in een loggia voor de zegeningen. Desondanks werd een groot deel van zijn plannen uitgevoerd, inclusief de koepel, die echter nog niet was voltooid toen Michelangelo in 1564 stierf. In 1602 werd Carlo Maderno directeur van de Fabrica Sancti Petri. Hij begon in 1607 met de bouw van een schip voor de centraalbouw van Michelangelo. Daarmee brak hij radicaal met de ideeën van Bramante en Michelangelo, die van een Grieks kruis waren uitgegaan. Hij ontwierp ook de gevel met een balkon voor de pauselijke zegeningen. Michelangelo's koepel werd, voor wie dicht bij de kerk staat, grotendeels onzichtbaar. De veranderingen waren helemaal overeenkomstig de nieuwe ideeën van de Contra-Reformatie, die ervan uitgingen dat er weer massa's mensen naar de kerk zouden komen voor de zegeningen en voor het bijwonen van de vieringen en er dus veel ruimte nodig zou zijn. Maar ook dat er een louterende afstand moest zijn tussen de zondige buitenwereld en het heiligste op de plaats van het altaar. Na de dood van Maderno werd Bernini, die toen al werkte aan het reusachtige baldakijn boven het altaar, de nieuwe bouwmeester van de basiliek. Het hele bouwwerk was toen al af, maar hij kon nog wel een halve eeuw vooruit met alle decoraties in de kerk en met het plein ervoor. De kolonnade rond het Sint-Pietersplein was het laatste grote project van de vernieuwing van de Sint-Pieter. De symboliek was duidelijk. Bernini zelf zei erover: aangezien Sint-Pieter welhaast de moeder is van alle kerken, moet zij een portico hebben die laat zien dat zij de katholieken moedelijk omhelst om hun geloof te bevestigen, de ketters om hen opnieuw te verenigen met de kerk
en de ongelovigen om hen te verlichten met het ware geloof. Op de kolonnade staan 140 beelden van heiligen, gemaakt door beeldhouwers uit de werkplaats van Bernini. Hij zelf maakte modellen van 22 van die beelden in was. Al die heiligen uit alle tijden, uit alle landen en uit alle lagen van de bevolking moeten laten zien dat ook voor de bezoeker de weg naar heiligheid open ligt. Ook uit stedenbouwkundig oogpunt is de kolonnade interessant. Zij vormt als het ware een doorlaatbare overgang tussen de wereldlijke en de geestelijke stad. De lange weg vanaf het begin van het Sint-Pietersplein tot de graftombe van Petrus, zo'n 420 meter, is door toedoen van Maderno en Bernini een les in het katholieke geloof en in nederigheid geworden. Aan dat gevoel van nederigheid dragen ook de afmetingen van de Sint-Pieter bij. Die zijn bijna niet te bevatten. De kerk is 218 meter lang en de koepel heeft een binnenhoogte van meer dan 117 meter. De Domtoren van Utrecht zou hier gewoon binnen kunnen staan. Het baldakijn boven het graf van Petrus, dat de paus 200.000 scudi had gekost en Bernini 9 jaar werk, is 28,5 meter hoog. Net zo hoog als een flatgebouw van 9 verdiepingen. De enige architect die zich met Bernini kon meten, was zijn aanvankelijke medewerker en latere rivaal Francesco Borromini. Met Borromini bereikte de architectuur van de barok in Rome zijn hoogtepunt. De bouwwerken van Bernini waren nog betrekkelijk ingetogen en klassiek. Bij Borromini lijkt het steen kneedbaar te zijn geworden. Het verschil is goed te zien bij het Palazzo di Propaganda Fide, de zetel van de congregatie tot voortplanting des geloofs. Eén gevel is ontworpen door Bernini en een andere door Borromini. De cirkel en het daarvan afgeleide vierkant zijn niet langer meer de enige maatstaf voor de verhoudingen en proporties, maar ook de ellips. Niet langer alleen maar rechte, maar ook bolronde en holronde vlakken, convex en concaaf, breken door als begrippen in de architectuur en zorgen voor schijnbare dynamiek. In Borromini's torenspits van de Sapienza zien we zelfs een spiraal. Een ander voorbeeld is de kerk San Carlo alle Quattro Fontane, door Borromini gebouwd vanaf 1634 en gewijd aan de in 1610 heilig verklaarde kardinaal Carlo Borromeo. Ook hier zien we een heel spannend en levendig spel van holle en bolle vormen, zowel in de gevel als in het interieur. De bekendste kerk van Borromini en het bekendste beeld van Bernini treffen elkaar op het bekendste plein van Rome, Piazza Navona. Het plein met de gebouwen daaromheen neemt precies de plaats in van het Romeinse stadion van Domitianus, dat in de oudheid werd gebruikt voor atletiekwedstrijden. Op de fundamenten van de tribunes werden in de middeleeuwen nieuwe gebouwen neergezet en de renbaan zelf bleef een open ruimte. Halverwege de 15e eeuw werd dit een marktplein en terrein voor evenementen, zoals paardenrennen en optochten. In de 17e eeuw kwam daar het lago bij. In de maand augustus liet men iedere zaterdag en zondag het plein onderlopen, zodat de notabelen met hun rijtuigen door het verkoelende water konden rijden. Giovanni Battista Pamphili liet, nadat hij in 1644 tot paus was gekozen met de naam Innocentius X, het eigen familiepaleis en nog meer gebouwen aan de westkant van het plein afbreken, om er een nog veel mooier paleis voor in de plaats te laten zetten. Het kerkje dat er stond en dat was gewijd aan de heilige Agnes werd ook helemaal verbouwd en ging dienst doen als grafkapel van de familie Pamphili.
De markt werd door de Pamphili verbannen. De twee al bestaande fonteinen werden verfraaid en een derde, de beroemde Vierstromenfontein, werd toegevoegd. Het plein werd een zeer luisterrijk geheel, dat de Pamphili gingen beschouwen als hun woonkamer en dat door de bevolking Reggia Pamphili werd genoemd, de Pamphili-residentie. Ook de Vierstromenfontein is een subtiel eerbetoon aan de Pamphili-familie. Bovenop de obelisk is een duif met een olijftak in zijn snavel te zien. Die duif staat in het familiewapen van de familie Pamphili, maar zij is ook het symbool van de Heilige Geest. Dat die duif helemaal bovenin staat is veelzeggend. Dat symboliseert de oppermacht van de kerk en van de pauselijke macht over de wereld. Onder de duif bevindt zich een obelisk, een door de Romeinen nagemaakte Egyptische obelisk uit de tijd van Maxentius. De obelisk staat symbool voor de zon, de drijvende kracht achter het leven. Ook het water dat opwelt uit een bron staat voor het leven. Aan vier kanten stroomt het water uit de bron in de vier grote rivieren van de wereld naar de vier toen bekende werelddelen. Zo kunnen we in de vier wereldrivieren een parallel met de vier paradijsstromen zien, die al sinds de middeleeuwen symbool stonden voor de vier evangeliën. Zo stroomt de Heilige Geest, en dus ook een beetje de geest van de familie Pamphili, over de wereld. De vier beelden die de riviergoden van de wereldrivieren voorstellen, zijn door Bernini bedacht, maar uitgevoerd door andere beeldhouwers. Achter de fontein staat, als een fantastisch decor, de kerk Sant'Agnese. De kerk is gebouwd op de plek waar de heilige Agnes, volgens de legende Aurea toen 13 jaar oud, naakt in een bordeel gevangen zou hebben gezeten, omdat zij als christen een heidense jongen had geweigerd. Maar de Heer maakte haar haren zo dicht dat ze beter door haar haren was bedekt dan door kleren. Dat bordeel was onder het stadion van Domitianus. Niet veel later stierf ze de marteldood. De gevel en de koepel van de Sant'Agnese, zoals we die nu zien, zijn grotendeels het werk van Borromini. De twee klokkentorens met een zware basis maar een zeer elegante bovenkant staan niet voor de kerk, maar voor de gebouwen ernaast, zodat ze het uitzicht op de koepel niet belemmeren, maar juist een omlijsting vormen voor de koepel. Samen met het warme Romeinse licht zorgen de subtiele rondingen en overgangen van vlak naar bol en van recht naar krom voor een voortdurend veranderend spel van licht en schaduw, waardoor het geheel er bijzonder levendig en ruimtelijk uitziet. De torens en de koepel vormen ook een zeer geslaagd ritmisch geheel. Piazza Navona is volgens mij het mooiste barokke plein ter wereld, dankzij twee geniale kunstenaars, Gian Lorenzo Bernini en Francesco Borromini. Maar ook dankzij een enorme machtsongelijkheid, waarvan de barok ook de uitdrukking is. Het hoogtepunt daarvan zien we in Frankrijk, waar in 1654, 3 jaar na de voltooiing van de Vierstromenfontein, Lodewijk XIV tot koning werd gekroond. De volgende les reizen we naar Parijs en naar Versailles in Frankrijk en zien we hoe de koning werkelijk lijkt te hebben gedacht een god te zijn.